Dit is het derde boek uit de serie De Nedergrim. Het speelt zich een beetje af in de middeleeuwen. En er is een soort monster losgebarsten. En drie vrienden gaan het dus proberen tegen te houden. Maar er zijn heel veel verraders, dus ze kunnen niemand echt vertrouwen. En ja, ik ben bij dit boek eigenlijk gekomen omdat John Flanagan het ook heeft aangeraden. Het is ook een beetje zijn stijl en een verhaal wat je echt wel, als je er eenmaal in zit, je niet echt heel makkelijk meer uitkomt. Maar je moet wel echt het eerste deel hebben gelezen om dit helemaal te begrijpen.